Zo'n voettekst is ideaal om paginanummers weer te geven. Zeker onderaan rechts zou een paginanummer moeten getoond worden. Nu, die paginanummer natuurlijk, die kun je niet zomaar gaan intypen. Hè, want we weten, als we iets in een voettekst schrijven, dan wordt die tekst op elke pagina getoond. Als ik dus zeg dat dit mijn pagina 1 is, dan zie je dat elke pagina pagina nummer 1 krijgt. We gaan dus een manier moeten vinden. Om die paginanummers te automatiseren, zodat elke pagina ja, het, nummer, het paginanummer toont uh, waarover hij beschikt. Nu die paginanummer die halen we uit de automatische velden. Waar staan die? Die bevinden zich onder menu invoegen. Velden. En hier zie je eigenlijk een aantal automatische velden die kunnen toegevoegd worden. Je ziet hier al twee interessante zaken: paginanummer en aantal pagina's. Als ik hier paginanummer in type, dan heb ik weer zo een grijs veld, maar je ziet eigenlijk al direct dat dat grijs veld opgevuld wordt met het paginanummer van de pagina waar dat die staat. 1, 2, 3, 4. Opnieuw, er is een grijs balkje rond. Geen enkel probleem, dat grijs balkje wordt niet afgedrukt, maar wordt getoond in het grijs om aan te geven dat het gaat om een automatisch veld. Nu, met de tabtoets kan ik die paginanummer naar een andere plaats van mijn voettekst gaan verplaatsen. En dan kan ik daar natuurlijk ook iets aan toevoegen. Bijvoorbeeld kan ik dit uitbreiden naar pagina, spatie 1, en dan van. Dan kan ik een andere veld toevoegen. Het veldje aantal pagina's. Nu die aantal pagina's gaan opnieuw niet weer zeggen van, oh, ik heb vier pagina's, ik type vier in. Waarom niet? Wel, als je nu een pagina toevoegt, ja, dan mag je dat weer gaan aanpassen. Moet je dat niet vergeten. Uh, ik heb hier trouwens geen vier pagina's, ik heb er vijf, dus ik moet er eigenlijk vijf in geven. Voeg ik een pagina toe, ja, dan ga ik daar zes van moeten maken. Het is dus weer omslachtig, omdat ik dat zelf moet gaan beheren. Gebruik ik daarentegen de automatische velden, dan zie ik dat er ook een aantal pagina's veld tussen staat, die automatisch gaat bepalen hoeveel pagina's mijn document bevat. Als ik hier een extra pagina toevoeg. Extra pagina's toevoegen, dan zie je dat die aantallen allemaal mooi automatisch aangepast worden. Die ook interessant is bijvoorbeeld de datum. Ik ga niet de datum van vandaag gaan intypen, maar ik kan automatisch velddatum gebruiken door invoegen velden datum toe te voegen. En die datum wordt automatisch aangepast, wordt automatisch van het computersysteem gehaald, wordt in mijn koptekst geplaatst en wordt hier in elk koptekst op elk blad opnieuw. Herhaald. Ook zaken als auteur kun je toevoegen. En dat kan je natuurlijk pas doen als je dat ingegeven hebt. Dus als je het eerste keer OpenOffice opstart, vraagt hij om een naam. Wie ben jij? Als je dat niet ingeeft, natuurlijk, ja, dan gaat er een probleem zijn. Uh, bijvoorbeeld bij mij, ik heb de naam Benja ingegeven in plaats van Benjamin Peters. Uh, dus dit kan ik sowieso niet gaan gebruiken. Maar ook dat zijn automatische velden die uit je systeem kan worden gehaald om in je document te gaan plakken. Nu de meest gebruikte zijn de datum, de paginanummer en de aantal pagina's, maar zo kan je dus heel gemakkelijk automatische velden gebruiken in je document.